Yo YouTube, Aysen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets volledig anders doen. Vandaag gaan we iets waar ik volledig geen zin in heb. Vandaag gaan we testen of een lepel ontploft in een microgolf. Oké, dat is niet waar. We gaan iets veel erger doen. We gaan iets doen wat ik nog nooit leuk heb gevonden op YouTube. Iets wat ik altijd vreselijk heb gevonden. De angst van elke YouTuber. Van een fucking horror game spelen. We gaan Cry of Fear spelen. Ik denk dat dit een heel fucked up spel is. Ik heb er nog niks van gezien. Ik heb er alleen een beetje dingen van gelezen. Dames en heren, we gaan het doen. Ik zit mezelf echt al 3 uur te motiveren om dit spel te spelen, maar ik was gewoon te bang om het open te doen. En ik moet toegeven dat de muziek die ik hoor ook niet echt aangenaam is. Dus dames en heren, blijf zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Aysen. En ik zou zeggen, let's fucking go. Ah. Ik ga het licht uitdoen en ik ga gewoon mijn flashlight voor mij zetten voor de ultieme angst level. En ja, oké, het eerste wat ik hier zie zijn gewoon een beetje gay lines en een beetje gay shit. Ik ben echt fucking bang. Ik haat horror games. En ik zie een vierkante kat, Andreas Ronberg. De man die verantwoordelijk is voor de herpes die ik ga hebben in mijn hoofd na het spelen van dit spel. Shoutout naar de muziekmakers van dit spel. Great job, boys. Ik wil nu al dood. Ik wil echt nu al dood. Oké, dus we hebben een camera in onze hand. En we kunnen waarschijnlijk foto's nemen. Ja, we zijn dus een vlogger. We moeten een vlog maken. Flow idee wat ik moet doen. Daar kruisjes op de muur. Let's go. Oké, dat is fucked up. Dit is niet chill. Misschien moet ik gewoon terug gaan naar deze camera en nog een paar foto's nemen van dingen hier. Daar heb ik wel een foto van. Leuke foto. Yes, yes. Oké, let's go. We gaan gewoon door het huis lopen. Zo van, jee, hier zijn er nog een paar kruisjes. Zo van, what's that now? Hallo, het is weer een deur. Gaat dit soort spellen. Help. Hey, we gaan er gewoon doorlopen en we gaan hier een foto van nemen. Zo van, hello, it's in, nog een deur. Waarschijnlijk staan hier allemaal dingen naast mij ook. Ik kan niet naar horrorfilms kijken. Ik suk in deze spelletjes. Wat is er daar? Het is een fucking like. Nee. Ik moet even pauze zetten. Waarom in horror games moet je altijd onder de grond gaan? Waarom? Waarom? Zeg mij waarom? Ik weet niet waarom ik met het idee kwam om te spelen zonder licht. Mijn camera is serieus de enige lichtbron die ik heb. Want dat ligt hier gewoon tegen mijn pc. Schijnt ook fucking fel in mijn ogen. En als ik één keer schrik, dan ga ik waarschijnlijk niet meer durven verder spelen. En dan... Oké, let's go. Oh shit, dat is niet cool. Dat is fucked up. Hallo, het is weer een deur. We gaan er gewoon doorlopen en dit level killen. Zo van... Oh shit. Kan ik erdoor? Klim door het raam, motherfucker. Breng door het raam als Zwarte Piet. Fuck. Oh, dit is alweer de deur. Yay, we lopen erdoor, zo van. Ik denk dat ik het tot nu toe toch redelijk goed aan het doen ben. Beter dan mijn andere attempts om een horror game te spelen. Ik ben fucking bang. Alsjeblieft. Musicbox. Musicbox. Masker. Alsjeblieft, ben ik staan genoeg. Oké, ik weet niet waar daar is. We gaan er gewoon een foto van nemen. Hallo, oké, niks speciaal, gewoon chill. En aan uitademen, wat is er daar? Is er hier iets? Het is de deur, oké, let's fucking go. Loop door, gewoon naar het volgende kruisje. Nieuwe foto nemen, hallo, volgende deur, gewoon doorlopen. We killen heel deze game. Kom aan, fucking hell. Ik heb echt... Ah, what the fuck? Ik leef nog. Niks gebeurd. Oké, dat was enger dan de eerste keer seks. Fucked up. We spelen dus als zwerver. We spelen dus gewoon als mijn toekomst. Dit ben ik. Ook gewoon in de streets. Ik krijg berichtje. Yo, we received a message. Send nudes, please. No phone credit. Die guy heeft geen geld op zijn telefoon. Nou, dat ben ik gewoon. Standaard mij. Standaard situatie. Lost in a city without money. We gotta be a zwerver. We hebben een fucking knife. We hebben de knife. Yeah. Ik kan mijn knife ook zo in mijn hand houden. En dan steek ik harder. We kunnen de knife gewoon draaien in onze hand. Dit is de beste horror game ooit. Ik ga echt gewoon hier blijven in het licht. En ik ga niet naar beneden gaan. Want dan fok ik het weer helemaal op. Ik heb eigenlijk veel meer zin om gewoon nu al te stoppen met spelen. En gewoon iets anders te doen of zo. Gaan we er niet gewoon een leuke praatvideo van maken? Yo YouTube. Hey, oké, nee, dat doen we niet. We gaan geen pussy shit doen. Nou, we gaan gewoon verder spelen. Let's go down here. Oké, we hebben dus een telefoon. Kan ik die nemen? Oh shit, ik heb een telefoon. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Berichtje van mijn mama. Thanks dat je om mij keert. Je keert niet meer omdat ik een slecht rapport heb. Dus ik ga terugsturen naar haar. Yo mom. Ja, ik kan niet terugsturen naar jou en ik heb geen geld op mijn telefoon. Sorry. We hebben wel zo'n harde telefoon dat we een flashlight hebben in onze telefoon. Dus dat is keihard. Oké, we gaan gewoon doorlopen.
in deze steegjes. Hello? Is somebody in this city? Can you hear me? We zijn dus helemaal alleen. We gaan gewoon doorlopen. Hello? Oh, shit. Er was daar een guy. Hey, kom hier. Kom hier, motherfucker. Where are you? Ik zie hier bloed op de grond. Die guy heeft waarschijnlijk zijn regels of zo, of heeft zijn piemel eraf gesneden. Hey, we gonna get you, bitch. Oh, fuck. Kijk, ik kan nu opzoeken wat deze code is. Kan ik eigenlijk echt wel doen. Misschien is het, als het 6969 is, dan... Nee, het werkt niet, oké. Kijk, we proberen straks wel een andere code, hè, bitch. Fucking kutdeur. Oké, maar we gaan dus gewoon doorlopen en zoeken naar die guy die net hier wandelde en zo dacht van, yo, fuck. Kan ik dit openmaken? Oké, het is de deur. We're gonna open that door and we're gonna go straight forward. Hier hebben we even een trapje waar we niet op kunnen. Tuurlijk kan je hier niet op. Je kan nooit weg uit de plek waar je bent in een horror game. Zit hier opgesloten in een stadje. Yo. Ah, wat een... Het was bliksem. Nee, niks erg. Ik dacht dat ik dood was. Oké, we moeten een keuze maken, dames en heren. We moeten even overleggen. Ik doe het licht even aan om te overleggen met jullie. Ik kan nu deze gsm vasthouden. En oké, ik moet echt stoppen met zeiken. Ik probeer gewoon tijd te trekken en moet gewoon verder spelen. Let's fucking go. Er staat hier fiets. Can I steal deze fiets? Oh nee, we hebben deze fiets nu niet nodig. Maar ik zou hem toch stelen als ik in het echt leven was. Want fietsen zijn duur. Fucking kut fietsen. Mijn fiets wordt altijd gestolen. Oké. Please, please, please. Als er iets gebeurt, dan ga ik niet meer durven verder spelen. Ik heb daar net al mijn moed moeten samenrapen om nog verder te durven spelen. Dus ik moet gewoon verder strijden. En we zijn op een open plek. Op deze soort plekken ben ik niet bang om te spelen. Hello. Hello, mevrouw. Alles goed. Even een beetje vandalisme plegen in deze stad. Want het boeit ons allemaal dik. Oké, ik denk dat we hier naar binnen kunnen gaan. Maar ik ben het niet zeker. Maar waarschijnlijk is het wel zo. Dus we gaan naar binnen. Ja, het is zo. Niet chill. Niet chill. Niet chill. Oké. Want nu wordt het wel intens hoor. Deze hoekjes en zo. Dus niet chill. Oké, kan ik de deur achter mij dicht doen? Kan dat? Nee, kan dat niet. Ik hoor echt een heel irritant getik in mijn koptelefoon. Dat is de klok waarschijnlijk. Oké, ik ga gewoon in deze computer. Wow, oké, dat is wel cool. Nu moet ik een paswoord en zo intypen. Oké. Acid Pussy Destroyer 99. Oké, login. Fuck. Misschien is het dit. Fuck! Is het dit? Oké, ik geef het fucking op. Fuck die shit. Hier een random blikje cola. Fucking product placement. Hier nog wat product placement. Take it. Klik erop. Kan ik hier foto's van nemen? Ja, kan natuurlijk niet. Hier even leuk. Peukie roken. En Junko. En er ligt hier niks. En fuck. Ik ga even de video kijken van iemand die dit spel speelt. En kijken waar ik die shit kan vinden. Dat meen ik. Oké, dus ik ben terug. Ik heb het niet gevonden op internet. Ik had gewoon een verkeerd woordje gelezen. Omdat ik fucking idioot ben. Ik ben sowieso niet van plan om nog lang verder te spelen. Ik heb net ook pauze genomen van 20 minuten omdat ik te bang was. Doet me niks! Ik weet niet wie Jill is, ik weet niet wie David is, maar ik weet wel dat die code in het midden, dat ding is van in het begin. Dus we moeten daar even op gaan klikken en dan hebben we die code. Toen ik deze code had ingetikt, heb ik ook iets heel fucked up gehoord. Dat was alsof er de deuren open gingen achter me. Dus, als ik dit computerscherm afsluit, is de kans groot dat er een jumpscare is. Als dat zo is, dan ga ik sowieso verschieten, zelfs als jullie zeggen dat ik dat fake, zelfs als ik weet dat er een jumpscare komt, ik ga me helemaal de tyfus en schrikken. Nu, let's go. Oh shit, what the fuck? Oké, er stond daar iemand. Oké, doet me niks. Doet me niks, doet me niks. We gaan gewoon naar buiten lopen en we pakken die motherfucker. Ik wil voor één keer in mijn leven... Oh, deze deur staat open. Oké, dat is niet goed. Ik wil voor één keer in mijn leven een motherfucker pakken in een horror game. Ik weet niet eens waar de uitgang is. Langs waar ben ik gekomen. Ik speel nooit meer horror games. Spannend, 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 spannend. Ik heb zo het gevoel dat je hebt als je heel dronken alleen door je stad loopt. En je denkt dat je neergestoken gaat worden of zo. Ik vind het spannend. Hier is er een stopcontact om je telefoon erop te laden. Altijd handig. We zijn aangekomen bij de plek waar ik die code ga invoeren. En dan stop ik met dit kutspel. Zijn we er klaar voor? Ik wel. Let's go. Haha, we did it. Let's go, bitch. Als ik zonder geluid moest spelen, is alles chill. Maar als ik met geluid moest spelen, dan is niks chill. Oké, hier is niemand. Let's go. Oké, hier is ook niemand. Let's go. What the fuck? Oké, is er hier iemand? Oké. Horror games spelen in mijn leven, dat zijn stappen. Je moet lang doorspelen en dan stop je even en dan speel je weer lang door. Dus nu gaan we lang doorspelen en what the fuck, waar de fuck is er iemand? Oké, die deur is open. Oké, nee, dat is niet chill. Dat is niet chill. Dat is niet chill, niet chill. Oké, niet chill, niet chill.
Even cinematic. Look to the right. Nee, er is niks. Er is niks. Oké, dat is fucked up. Die deur was echt dicht. Oké, we gaan er gewoon... What the fuck? We pakken ze gewoon. We gaan ze gewoon pakken. Gewoon erop aflopen. Oké, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb iets gedaan. Het is niet chill. Oké, fuck. Nee. Ik heb hier geen zin in. Hallo. Yo, motherfucker. Je bent fucking lelijk. What the fuck? Kan het nu alsjeblieft stoppen? Het spel wacht nu. Yo, shit. Get off me. This guy is trying to rape me. Oké, als het dit is, is het nog safe. Oké, I got this. Oké, ik steek hem gewoon neer. Ik steek die motherfucker dood. Leave me alone. Oké, we hebben hem gekillt. Oké, we got him. Oké, we got him. En nu ga ik echt stoppen met dit spel. Ik heb genoeg gespeeld. Oké, dit was het dan. Voor nu. Vond jij het leuk? Als je een duimpje omhoog, dan ga ik wel een part 2 doen. Dit is zo'n spel dat ik verder kan spelen. Het is fucked up wat is zo nog te doen. Dus dames en heren, ik heb macaroni gemaakt. Dus vond jij dit nu een leuke video? En heb je ook echt tyfus gekregen? Smash dan een likeje. Ik ben Acid. Tot de volgende keer. Vaarwel. Dames en heren, er is dus iemand. Die al mijn hard werk misbruikt. En allemaal mensen laat klikken op zijn face.